Hey, goedemiddag. Wij zijn terug aan boord bij Drifter 22 Doeltje Bellen op een van haar laatste tochten van september 2012. U ziet het paard van Mark, we hebben dat net gerond. Heerlijk rustig op Fok & Druil vanaf het Zalmenstrand. Alleen, dat is altijd, daarna is de wind toch net iets zuidelijker dan west zoals gepland. En we zullen u laten zien hoe zij zich heerlijk zelf stuurt. We hebben er één rif in zitten. Ze staat vast op het zelfstuursysteem. We leveren kanaal 16 uitzetten. Want daar hebben we een beetje mee te maken. En in de verte ziet u duurzame energie van de stichting in Waterland. We proberen een beetje de hoge vallen op te zoeken, zodat een beetje de golven eruit gaan. Ik weet niet, kan u ze zien? Ja, ze draaien daar natuurlijk in volle glorie. Twee prachtige... Ja, hou even gefocust. Twee prachtige windmolens waar we nu recht op af gaan. Ze staan daarbij uit dan. Het is ook hartstikke hoog aan de wind vandaag. Net iets beter dan gisteren toen we de kopfok gezet hadden. We proberen een beetje onder de hoge wal te kruipen om vandaar wat ruimte te geven. En door te zakken naar het Kinselmeer. Om daar eigenlijk de laatste nacht van deze heerlijke vakantie door te brengen. Dus laten we even kijken wat er gebeurt als we veel wat ruimte geven. Nou, daar gaat ze. Meteen nog wat harder al. God, maar wordt al wat minder. Eigenlijk was het idee om de kotterfok ook aan te slaan. Ik zie die ervoor liggen. Maar dat was eigenlijk niet nodig. Heerlijk zoals ze zichzelf vaart. Ik ga even kijken hoe het met de navigatie zit. We varen zo'n beetje in 245 graden. Dus dat zal ongeveer wel goed komen. En we zien daar ook de toren van Amsterdam. We gaan nog even verder genieten. Dit is Drifter 22 Doeltje Bellen